Soms in het leven, pluspunten, minpunten en heel vaak ook in een relatie. En het hoeft niet per se een liefdesrelatie te zijn, maar we kijken heel vaak niet naar die pluspunten van je hebt een bepaald doel. Hè? We zijn op die berg, je ziet waar je naartoe moet gaan, je ziet die top en uiteindelijk geeft Eva ons op of wil opgeven. En dit lied gaat precies daarover van nee, geef niet op. We hebben eigenlijk al zoveel meegemaakt. Kom mee. Kogwe. En dat is precies waar deze song over gaat. Beautiful. Estung e praxeri Aksi misrefi e fu Fasi las pasi Taigi mi No one you believe in me La happy food me school me pra mim si um tenho che ouro aguente quer me uma molida não sei es mira campo posso me cangui lo vi fre lo vi fusainde lo vi fusainde A la craquerina las ten, me wanta griten equisalen, lo vi fusainde, tai mi fusainde, tai gimi sami musudu, fugiu mi sweet di lo bif true, mi gramma beler mi. Pronta puno prati nan aleti anoseti ini one day besu kuf kremberji sondro fusabi e puotoro ma boro pazi mi esi Sweet.
componisten die niet in Suriname wonen, die hebben we gevraagd om in Nederland, want dat is waar ze wonen, hun interview voor ons op te nemen. Hoe kwam je daarop om daarover te schrijven? Ja, oké. Om het een beetje te vertellen, mijn nummer gaat eigenlijk over het trouwen. Over niet alleen over de trouwdag, maar ook over het heel gebeuren. Dat mooi verhaal, maar ook het lelijk verhaal. Wat hoe heet je nummer? Wang Bosroiti, dus een keuze eigenlijk. Ja, in het Nederlands. En om het zo te zeggen, ik ben nog niet getrouwd. Ik heb wel wensen om te trouwen natuurlijk. Okay. Dus even maar de wensen natuurlijk. En het is gewoon een beetje meer een inbeelding. Ik heb mezelf geplaatst op dat punt. Op een bepaald view eigenlijk. Van hoe zou het zijn om een getrouwde man te zijn? Hoe zou het zijn om te zijn voor het altaar? Yeah. En dat is het een beetje dat ik dat heb ingebeeld voor mezelf. Ik zweet en jij beeft. Dit is de tijd voor jou en mij. Kom dichterbij. Je hebt mijn hart veroverd. Kan het niet geloven dat jij dit deed. Het lijkt alsof mijn hart nu pas leeft. En misa dan aju. Warang enduru me promise you ya mi satan you up me active true dis na mi vastroi dis a meki anu fua firi sam kisi me promise mi satan you inta cruel pu me talo be you dit is wel een keuze die ik maak. En niet dat gevoel dat mij nu raakt. Beloof dat ik met jou zal zijn. For better or worse, maar niet uit wat gebeurt. Oeh, oh, why? Oh, 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 yeah. Oeh. Geef me even 10, sluit je ogen nu. Ik wil dat je zegt en mij vertelt nu wat je ziet. Niks is dit leven zonder jou als ik je niet zie. Jij bent het die mijn hart nu brengt van 9 naar 10. But you that's so mooi, na maar al mooi wa. I promise you, na ga you mi satan. Oh, mi that's so pretty, na ga you. You want me a deep truth. This na mi boss roi, this a meki. Ano fu a fir sa meki. Me promise me satan you. Enta crew and boom, metal or be you. Dit is wel een keuze die ik maak. En niet dat gevoel dat mij nu raakt. Het beloof dat ik met jou zal zijn. For better or worse, maakt niet uit wat gebeurt. I'll miss if I'll try. Miss it, I'll be you. That'll be you. That'll be you. And Takru and Boom, that'll be you. I'll miss if I'll do. Miss it, I'll be you. I'll miss all that. Miss it, I'll be you. That'll be you. That'll be you. And miss it, I'll be you. Pra mim, se eu what
je nummer een beetje over? Kan je daar meer over vertellen? Ja, nou, Kisranang is mijn compositie. En het gaat over, weet je, het land opbouwen. Het is eigenlijk een bemoediging voor de Surinaamse bevolking. Ja. Om op te staan en om niet langer te kletsen of te klagen over wat er allemaal misgaat in het land. Ja. Weet je, want dat is wel de realiteit. Maar we moeten wel gewoon echt die motivatie hebben om het in onze eigen omgeving eerst aan te pakken. En onze liefde voor Suriname gewoon te blijven uiten. Want je kan niet van een land houden, maar opgeven. So we gotta push through. Samen gewoon. Ja, samen. Ja. Want weet je, het opbouwen van een land doe je samen. Ja. Maar alleen jij kan jouw liefde voor Suriname uiten. En hoe doe je dat? Ja. Dus daar gaat het nummer over. Vaka na che lopa konre, mayuna yep fu horen kin. Vaka na che singe na che fet ki a konte, peso no me crutu. Abra ala San Diego foto ja. Tagi mi vaka. Ondrofeni is de titel van jouw song. Leg ons een beetje uit. Sana Ondrofeni, Tony, eigenlijk. Het is simpel. Ondervinden is een... Ja, de matake Ondrofeni sabiso pochabangi. Het is gewoon mijn eigen verhaal voor 60 tot 80% neergezet. Je rent meestal voor
alles wat achter die aan is. Een haat, een afgeus, hypocrisie, boycott. Het wordt je soms gewoon niet gegund om te doen wat je wil doen. Ondanks je zoveel dingen neerzet en dan heb je nog altijd al die dingen. Maar dat wil niet zeggen dat je moet opgeven. Maar door zelfreflectie, dan zie je ook dat je ook fouten hebt gemaakt. Bewust, onbewust. En dan moet je ook mens genoeg zijn om dat toe te geven. Maar ondervind is simpelweg de goede leermeester. En dat heb ik allemaal neergezet in ondervind. Ik heb bewust gekozen voor een Kawina-zanger, kan je zeggen. Want ik zo'n stem wilde hebben. En die man is het buitenland gekomen. Libi Suma. Thank you.
sweet sauté. Specifiek, speciaal voor mijn lieve vrouw geschreven. Die zit hier voorin. Oké, en dan heb ik nog een laatste vraag voor jou. Wat was jouw inspiratie voor jouw Syrupopnummer? Mevrouw. Ja, dit heb je al gezegd. Maar inspiratie is, laat me dit ervan zeggen. Velen hebben het ook al gezegd. Maar de vrouw is onze ruggengraat. Dat moeten we niet onderschatten. Ik ben in ieder geval niet boos op jou. Dus de ondersteuning die je krijgt in een relatie om door dalen, stormen heen te gaan. Het lied gaat over Yunagami. Het gaat over doorzetten.
aanhouden, vasthouden, elkaar begrijpen en samen dwars door alles gaan, wat er ook gebeurt. Omdat we één doel voor ogen hebben en dat is gewoon gelukkig samen zijn. Of de mensen iets meer over je song? Nou, mijn song, de titel van mijn song is Brokati, een gebroken hart. En het is namelijk zo dat ik door een donkere periode van mijn leven. En ja, de manier hoe ik verwerk is door te schrijven. En dat is wat ik gedaan heb. Ik heb geschreven en ja, uiteindelijk is het dit lied geworden.
De scherven van een onderdag moment, stille getuigen van de schade die je brengt. Hoop en vreugde zijn aan diggelen geslagen, en in de lucht hangt de sfeer van schaamte voor de zoveelste keer. Ik ben moe en ik wil dit niet meer. Meu ânimo, meu ânimo. Zoveel kansen, maar ik bleef het toch wagen. Ik bleef hopen op die betere dagen. Ondanks de gaten in de muur en de scheuren in mijn kleed. Maar alles te vergeefs, de vreugde in me breekt. Meu ânimo, Brocati. Meu ânimo, meu ânimo, e dwang a mim. Meu ânimo, meu ânimo, isso tá na minha tibor. Kota la mi ati te, ibe wali mi ite dogru te. Meu ânimo, meu ânimo, isso tá la mi ati por. Isso tá la mi ati por. For me be cabri. De boom van liefde natuurlijk. Het gaat erom dat veel mensen door teleurstellingen en tegenslagen in het leven, in het bijzonder in een relatie, eigenlijk een beetje verbitterd worden en zeggen van nee, ik stap er vanaf. Ik stel mezelf niet meer open voor nieuwe liefde. Toch? En dat is verkeerd. You should always give love a chance, because it's a beautiful thing. En met mijn compositie wil ik gewoon een bemoedigende boodschap geven aan een ieder die dan zoiets meegemaakt heeft, waarbij ze denken van, oh, I don't want to do this anymore. No, laten we voorgaan, laten we onszelf openstellen voor liefde, because when it's the right love, it can really bloom. Thank you.
So lace me, belas me, baby. True love, even just wondering. Mi ati no be firi, prisiri na inse. Mi waka so men pasi, mi chari so men pen. Ma sen si u kongi mi libi, me la fuaje. Mi wan alla rei me firava la fason lo bi fai ai tambro or tu nore futai u fami lo bi uso te a lo bi fire tangro naso me watra mi lo bi bon uso le Lobby passi sweetie, son leis ai troas tre. You are the non forgetti, a crafty nine say. Milleri odro feni, true lobby aperte. Ai sensi u pongi mi libi, me la fu a te. Mi wan alla de mi fira wara fa solo bi fai ai tambor. Juffrouw was bezig hoor, maar het enige waar ik dacht was Suripop. Goed, dames en heren, we gaan nu kijken en luisteren naar het nummer van Rito Sandvliet. Mi lobby trangaso. Mi fenisam suku. Mi herili bilanga. Le kwa liba na nga watra, le kwa mbona nga efroktu, so yu presenti de himi. Noi timino wani yu gwe, tanangami,
Donovan, kan je me vertellen waar jouw nummer over gaat? Zo, de titel van mijn nummer is genaamd Make Me Love You. En het, ik heb zo'n beetje geprobeerd om de... Weet je wanneer twee mensen verliefd zijn op elkaar of twee mensen van elkaar houden? Ja. Heb ik zo'n beetje geprobeerd om vanuit de man zijn perspectief te beschrijven hoe hij zich voelt. Ja. Wanneer hij op jacht gaat, wanneer hij iets wil. Okay. En ook gewoon de vrouw wanneer ze zich kwetsbaar opstelt en, ja, en je echt zegt van hé, nee, ik wil jou echt. Mm-hmm. Dus dat gevoel heb ik zo'n beetje geprobeerd te verbeelden. Gimwang okasi fusoryu san meshin yu minemek pramisi samino mangori me libde moi wortu na wansei mi wansoryu dat me hori yu he. No me den soro marki fulobi ta yu hori. Wang yu begin, wang yu de wakti yu. Make me love you, and sorry you me love na tu. Make me love you. Make all of you train come true. Make me love you and show you me love not true. This is my promise. For they go, me shall love you.
me. I'm a stand-in for Cyril. Cyril Lamezi. Mogen we ook een applaus voor hem? Ja. Rabbi, we moeten praten. Ja. Je moet me even uitleggen hoe jij een stand-in bent voor Cyril Lamezi. Ik weet het ook niet, Odette. Maar we gaan het wel doen. Want okay. Cyril heeft natuurlijk ook een prachtige compositie geschreven. Tuurlijk. Voor deze Suripop. Ja. En dan horen we natuurlijk ook Cyril zijn verhaal te vertellen. Of niet? Ja, je gaat eruit niet. Oké, okay. Dus denk me even weg en hoor Cyril. Hij vindt overbrengen van boodschappen, dat vindt hij dus ook nog zijn missie. Dames en heren, we gaan luisteren naar de compositie van Cyril Lamezi. Die echte Cyril Lamezi. En zijn compositie is genaamd Trulobi. Summer, Santa, can you please see?
Lobby, dat is de titel van uw nummer. Please, explain. Wat moeten we eronder begrijpen? Letterlijk. True, jeje, lobby. Het zijn die twee zielen, want we praten over jeje toch, zielen. Die elkaar tegenkomen in een droom. En die droom wordt werkelijkheid. Ja. Ah. En ze komen elkaar tegen en ze gaan nooit meer uit elkaar. Kort gezegd. Sekina mina ngayon